Dit is het verhaal van Zaman. Dit is het verhaal van een politieman. Een politieman in burger. Een stille. Dit is eigenlijk het verhaal van twee politiemannen. Van Zaman en zijn collega. Hallo flikken. Is het jongens? Salut. Klaar gelopen? Kom Frans. Blijf staan. Dat kost toch wel een heel dag typewerk. Dat weet je. Je kunt toch tikken. Hij komt dat hier gedaan, hè, police? Twee gin tonic. Is dat die dochter? Wie is dat? Mijn vader. Hij moet hier slapen. Dat Grietje schijnt goed te kunnen opschieten met die vent. Wie? Ah, Cathy. Ja, natuurlijk, dat is de vader. Haar vader, man, van idioot. Is een flik. Luca. Hoeveel is het? 1000. 1000? Wat kom je hier doen? Wilt je dat ik hier word buiten gejaagd? Hier buiten? Gij? Met de knapste tieten van heel de stad. Hoe kost het om ermee te mogen spelen? Ik verdien hier misschien 3-4 keer meer dan gij. Niemand neemt de woorden van zo'n slet op serieus. Niemand. Maar iedereen danst gewoon naar de pijpen van Colas. Dat is het. Dat mocht je toch niet zeggen? Dat mocht jij niet zeggen. Maar je weet het. Klein visjes vangen. Maar de grote laten zwemmen, daar doe ik niet aan mee. Dan mogen ze van mij allemaal blijven zwemmen. Allee, ja, fijn, je moet je pas! Dit is tenslotte het verhaal van twee vrienden. Twee vrienden die je meeslepen in allerlei loesje avonturen. Twee vrienden in een film van vandaag. Zaman. Een film recht voor de vuist.